Hallo, welkom bij een nieuwe vlog. Tweede deel van het overzicht van mei. Voor degenen die het eerste deel nog niet zo gezien hebben, gaat daar dan misschien eerst naar terug. Komt er eigenlijk op neer. Ja, ik had alles opgenomen. Bleek wel lang te zijn. Ik dacht, ik ga het in twee delen doen. Dus weet, als je het nog niet gezien hebt, dat er ook nog een eerste deel is. We gaan direct beginnen aan de rest van de aanwinsten. Ik ga eerst even, nog even, want dat waren dingen die ik blijkbaar er niet heb ingestoken. Maar ik heb daar wel al vlogs over gemaakt. Dus in C weten jullie wel al dat er is. En dat is om te beginnen septem nummer 1. Heb ik verkregen via Kikker. En kijk, hij heeft er leuke stickers van septem zelfs bijgestoken. Heel leuke comic. Ik ga... De link naar de website van Akim, waar je deze ook nog kunt bestellen, moest het je interesseren. Dat zal ik ook nog in een keer eens in de beschrijving steken. Ja, in elk geval, als je het niet zou hebben, koop deze, is leuk. Ja, ik heb er een vlog over gemaakt, je kunt het altijd nog eens bekijken. En dan heb ik ook nog, ja, deze had ik gekocht, daar heb ik ook een vlog over gemaakt. En dat was het kapotte exemplaar. Maar ondertussen heb ik ook een redelijk mooi exemplaar. Eigenlijk één. Jo, hier, dat hoekje is een klein beetje ingedrukt tijdens het transport. Maar een goed exemplaar. Dus ik heb twee exemplaren. Moest het iemand interesseren? Ja, ik doe daar niks mee. Laat het mij weten. Ja. Ik ga het nu wel niet... Ik moet er eigenlijk... Ja, het is zo kapot, hè. Ik moet er eigenlijk niet echt iets voor hebben. Maar zou het wel... Stel dat het u zou interesseren... Ja, zou ik het liefst hebben dat je het dan komt halen. Dus dat is misschien niet zo evident. In ieder geval, mensen die geïnteresseerd zijn, laat het mij weten. Ik kan daar niks mee doen. Dat is dubbel exemplaar. Bon, genoeg gezeverd. Laat ons verder gaan met de aanwinsten. Dan een bestelling die ik heb geplaatst bij strippe.be. Wat sta ik erin? Om te beginnen dit. Ik zal zien dat ik het kan filmen. Ja, dat is een pakket speciaal aanbod. 5 Corrie albums plus De Laatste Reis van Pamir. De Laatste Reis van Pamir, dat is dit. Dat is een klein boekje over boten, denk ik. Ja, een beetje met documentatie in. Ook van Bob de Moor. En ja, de andere, dat zijn de verschillende albums van Corrie de Scheepsjongen. Reeks getekend en geschreven door Bob de Moor. Bob de Moor, die toch altijd een beetje een speciaal plaats in mijn hart zal hebben. Omdat dat, ja, voor mij is dat toch de troonopvolger van Hergé. Is de man die in mijn ogen toch Hergé had moeten... Allez, Kuifje had moeten verder zitten. Of toch op zijn minst Kuifje in de Alfa-kunst had moeten mogen afmaken. Ik weet dat ik daar misschien alleen bij sta, maar dat is echt wel mijn mening. Die had dat perfect gekund. Maar bon, het is er nooit van gekomen. De man is ondertussen ook al heel lang dood. Maar ja, deze albums stonden al heel lang op mijn radar. Om een of andere reden heb ik die nooit gekocht. En nu was ik in april. Ik denk dat ik dat in mijn vorige aanwinste video ook wel heb vermeld dat ik in april naar de strip in Oostende ben geweest. En dat was een persoon waar ik achteraf mee ook aan de klap ben geraakt. Die deze albums had gekocht. En ja, de verkoper was ook bezig. Ah ja, je hebt daar een goede koop mee gedaan. Want ja, die zijn moeilijk te vinden en zo. Dus ja, ik ben toen die avond op stripweb.be heb ik dit pakketje besteld. Alleen, ja... Kleine maand, ja, bijna een maand geduurd voordat ze binnen waren en dat ik het pakketje had binnengekregen. Maar ik had dat besteld. Ik had daar nog een aantal andere dingen bij besteld. Hier, zo ze. Tituf nummer 8 had ik ook vorige maand gezegd. Ik had toen een aantal tituf's in het Frans besteld. Dit was de enige dat ik nog ontbrak. Dat is ene die, ja, om het te zeggen, dat is allemaal in het Nederlands uitgegeven. Allee, dus je hebt er verschillende in het Nederlands zijn uitgegeven. En deze ontbrak er nog. Dus dat is ja, opvullen van een gat. En ja, Tituf, het blijft hilarisch. Hè. Ik heb de vorige Tituf-albums dat ik dus verleden maand had gekocht. Allee, verleden maand, we zijn ondertussen al een nieuwe maand. In april had gekocht. Die heb ik ondertussen gelezen en heb ik echt met een kriek meegelachen. En dan dit, ja. Tituf nummer 0. Ik kan het zeggen, hè? Nummer 0.
Ja, ze zijn oorspronkelijk hier, dat is de Franse editie, dit is Titeuf 2. In het Nederlands zijn ze met deze album begonnen en hebben ze dat nummer 1 genoemd. En ja, dus toen dat ze achteraf dat succes had, dat ze zeiden, oh, we gaan dat eerste album ook nog moeten uitgeven, hebben ze dat nummer 0 genoemd. Dat was een album waar ik 100% zeker van was dat ik het had. Maar als slaat me dood, ik heb hier alles afgezocht, maar echt alles, ik vond het niet. En ja, op een bepaald moment dacht ik van, ja, weet je wat, ik ga het gewoon nog maar eens kopen. Als het gewoon een vergissing van mijnentwegen is en dat ik het toch niet had, enfin, dan heb ik hem. En als ik hem ooit nog eens terugvind voor hetzelfde geld, vind ik die volgende maand terug, ja, nu dat ik hem opnieuw heb gekocht. Opnieuw, ik zeg het, misschien opnieuw heb gekocht, vind ik hem terug, ja, bon, dan geef ik hem cadeau aan iemand. Maar nu ben ik tenminste zeker dat ik de volledige reeks heb, want Titeuf is toch echt wel geweldig. Ja, hier, ja, ik heb dat ook. Je ziet, ik heb die dingen nog niet gelezen, want de extra's dat je erbij krijgt, dat is nog zo een print dat je er gaat bij krijgt, waar reclame. Nog wat is dat? Ja, de stripmunk, reclame, de pluim. Ja, ook reclame dan van Daedalus in plaats van de standaard uitgever. Oh, nog een mooie print van Corto Maltese. Dat zijn dingen dat je daar dan bij krijgt bij Stripweb. Dus je ziet, ik heb gewoon dat pakketje gepakt. Ik heb nog geen tijd gehad om eraan te lezen. Happy Sex 2, ja, dat is eigenlijk van de maker van Titeuf, van Zep. En die net er verschillende gaat Happy Rock, gaat er drie verschillende. Ik weet niet of dat hier. Ja, ik moet een beetje opletten, want dat is redelijk expliciet hier. Ja. Happy Sex, Happy Girls, Happy Rock. En nu heb je Happy Sex 2. Hier doen ze. Ja. Ze zetten hier een dingsknop, want die is alleen maar voor volwassenen, maar dat steekt er dan toch weer terug uit. Ja, hier, het past niet. Oeps. Dus ja, ik zou. Ja, ik ga niet te veel laten zien, want YouTube gaat dat niet leuk vinden. Maar ik kan alleen maar zeggen dat Happy Sex 1 vond ik hilarisch. Dus dit ga ik ook waarschijnlijk wel kunnen appreciëren. En dan, laatste van deze bestelling. Ja, Jérômeke Integrale. Tja, de eerste integrale van Jérôme. Wat is dat? Dat zijn de Jérôme-albums. Het gaan twee integrales zijn en het gaat al die vierkante Jérôme-albums verzamelen. Dus eigenlijk vanaf het moment dat hem zijn eigen reeks heeft gekregen tot het moment dat hem gouden stuntman wordt, denk ik. Dat zijn ook meteen de beste Jérôme-albums. Ik bedoel, persoonlijk, Jérômeke vind ik het beste in combinatie met Lambiek. Zo de klassieke Willy van der Steen verhalen, waarin dat Lambiek en Jérôme een boek hebben gelezen, een film hebben gezien en dat gaan naspelen. Dan vind ik hem eigenlijk op zijn beste. Maar hier, ik herinner me dat ik deze in de tijd bij mijn grootouders heb gelezen. En ja, dat was ook leuk. Dus Jérômeke, hoe dat je, als je hem dan toch gaat gebruiken, wilt zien hè, als grote superheld. Als man die avonturen beleeft. En niet zoals dat hem ja, bij Van der Steen al soms werd gebruikt, maar tegenwoordig echt veel wordt gebruikt. Die op pagina 2 in een Suske en Wiske album in slaap valt en pas wakker wordt op de voorlaatste pagina, omdat de man er alles strap zou regelen. Of ja, die dan toevallig is gaan werken en pas de laatste pagina kan tevoorschijn komen. Hier heb je verhalen ja, van Jérôme. Die een hele tijdje remis en die hele tijd zijn kracht gebruikt. Dus ik zeg het, Jérômeke, heel leuk personage, wordt de laatste tijd, alleen de laatste 30 jaar zeker, niet zo langer waarschijnlijk. Denk sinds Van der Steen er nu de albums niet meer maakt, niet echt goed gebruikt in mijn ogen, maar dit, ja, dit kon ik niet laten liggen, dat vind ik echt wel. Dat is nog Jérôme, hoe dat Jérôme zou moeten zijn. Dan, pakketje dat ik heb ontvangen van Cheap Comics. Wat stak daarin om te beginnen? Ultimate Invasion. Tja, het begin van het nieuwe Ultimate Universum. En ik heb begin van de maand de eerste trade van Ultimate, van nieuwe Ultimate Spider-Man gepreorderd. Dus ik vond deze wel een interessante om te hebben om ja, bij het begin te beginnen. Hè. Dus dat we eerst het ontstaan van het nieuwe Ultimate Universum kunnen lezen. En dat we nadien verder kunnen gaan met binnen een paar maanden, eens dat hij echt uit is, met Ultimate Spider-Man. En ik zie, ja,
Het is duidelijk weer een Hickman-comic, want ja, je hebt hier de tussenblaren, de schema's, de grafiekjes en zo. Kijk, WW, zo een of ander schema. Goh, ja, dat doet hem altijd, hè. Dat heeft hem in de tijd ook gedaan bij de Avengers, bij Fantastic Four, bij de X-Men. Ik ben daar niet zo'n fan van. Ik zal niet zeggen dat Hickman een slechte schrijver is, want dat is hem zeker niet. Ik snap waarom dat er veel mensen fan van hem zijn, maar persoonlijk, ja... Ik heb het niet zo graag dat ik half moet gestudeerd hebben voor echt te begrijpen wat dan een schrijver wilt doen en wilt zeggen. En dat heb ik bij Hickman soms heel hard. Dat heb ik bijvoorbeeld ook bij Grant Morrison, kan dat soms ook hebben. Dat ik zeg, nu moet ik eigenlijk hogere studies hebben gevolgd voor die comic volledig te kunnen begrijpen. Dat vind ik, comics, stripverhaal in het algemeen, dat mag wel wat inhoud hebben, maar in deze plaats moet dat ook wel kunnen ontspannen. En natuurlijk, zoals steeds de laatste tijd, komt de cover weer niet helemaal overeen. Bij al diegenen die hier trouwens in zitten, is dat zo. Mensen die laatst naar Bammer de Bam hebben gekeken, de aflevering waar dan Michael Minubo in zat, die zullen misschien wel weten dat... Michael contact heeft opgenomen met Chris van Cheap Comics en die heeft dan een keer eens bekeken. En ja, het grote probleem blijkt dat tegenwoordig de meeste trades in Canada worden gedrukt. En dat daar blijkbaar nu de gewoonte is. Wat is dat? Ja, een besparing op papier? Ik weet het niet. Maar het is, het trekt op niks. Enfin. Je kunt niet... Het is dat, daarmee leren leven of geen trades meer kopen. Dus alleen, zullen we maar mee proberen te leven. Daarnaast ook nog Superior Spider-Man. Ten slotte, dus dan zullen we zeggen, waarom koopt je dat? Ten eerste, Superior Spider-Man. Ja, dat gaat eigenlijk over Dr. Octopus die Spider-Man wilt zijn. Ik weet niet wat dat hem in die nieuwe reeks, wat dat er daarmee gaat gebeuren. Want ik zou niet weten hoe dat hij nu terug ineens Spider-Man kan zijn. Maar ik heb erover getwijfeld om die te kopen. Waarom heb ik dit uiteindelijk gekocht? Ja, hier hè. Dat is de reden hè. Het is niet enkel geschreven door, ten slotte is een reden voor het niet te kopen. Getekend door Mike Bagley is een reden voor het wel te kopen. Dus ik heb toen gezegd van, daar ga ik niet de single issues van kopen, maar een trade zullen we wel in huis halen. En als er nu echt op niks in trekt, ja, dan zal het ook wel direct de laatste trade zijn. Dan, Captain America, de nieuwe reeks, geschreven door Michael J. Straczynski. Michael J. Straczynski, voor mij een van mijn favoriete schrijvers. Ik ben... zot op hetgeen wat dat dan... ik was echt grote fan van zijn run op Spider-Man. Ik heb zijn run op Thor gelezen. Dat was de eerste keer dat ik Thor interessant vond. Zijn Rising Stars heb ik van hem gelezen. Dat was ook gigantisch goed. Als ik mij niet vergis, heeft hem ook een keer... heeft hij Grounded van Superman geschreven. Vond ik ook enorm goed. Maar dat kan ik missen. Maar ik denk dat dat ook van hem was. In alle geval... ik heb daar nog nooit slecht van gelezen. Captain America vind ik wel een heel interessant personage. Daar heb ik al heel veel van gelezen. Dus Straczynski op Captain America, daar moest ik de trades van in huis halen. En dan, ja, ik had daar net al gezegd, toen dat ik de Energon Free Comic Book Day comic even bekeek, dat het nieuwe Energon Universe mij op zich wel interesseert. En daarmee heb ik de eerste trade van Void Rivals gekocht, want het is daar dat heel dat Energon in Universe, als ik het goed begrijp tenminste, tot stand is gekomen. En ook geschreven door Robert Kirkman, dus dat is sowieso al bijna een reden voor het te kopen. Dit stak er nu nog bij, dat is zo'n sticker voor aan het raam te hangen. Dat ga ik nou niet direct doen, maar een nice to have zeker. Marvel must-haves. Een gratis toevoeging. En daar staan blijkbaar een aantal comics in. Gratis, hè. Waarschijnlijk in de hoop dat je daarna de gewone reeks gaat kopen. De trades of de single issues. En ik had ook gezien in Bladertorjust. Ja, voilà. Moet ik nog doen. Je kunt een aantal free digital comics dan nog krijgen. Dus dat gaan we zeker ook doen. Een free comic book day.
Van Blade Runner. Ja, interessant. Zullen we dat eens bekijken? Had ik nog niet. Dan een van Conan, maar die heb ik daar juist laten zien. Dus die had ik bij Argonia al gekregen. Maar bon, free comic book. Dus we gaan daar niet over klagen. Dan de Spawn Compendium nummer 4. Ja, ik heb de eerste drie. Dus. En nu met de 4. Dat wil zeggen dat ik 200 issues van Spawn heb. In collecties heb zitten. Nu, ja. Dat is altijd een beetje het probleem van die Spawn Compendium. Is, allee, ik heb dat in het verleden al gezegd. Dat is allemaal ja tof. Dat is, kijk, het begint hier issue 151. Het zal daarna issue 152 zijn, voilà. Maar zoals dat je ziet, daar staan geen covers in. Nu, bon, dat is lastig. Maar langs de andere kant, kijk, hier zitten 50 Spawn Comics in. Ik heb dat €45 betaald voor die prijs. Kun je ook niet sukkelen. En wat heb ik dan wel gekocht? De Spawn Cover Gallery 101 tot 200. Dus allee, de covers zijn bij deze ook wel gecoverd. Nee, maar dus ik heb wel een manier gevonden voor als ik dat aan het lezen ben, die compendium, van ook nog eens de covers te kunnen bekijken. Dan hier Sneaken. Ja, dat is. Deze comic heb ik gezien in een vlog van, ik dacht dat Slasher Dave was. En The Walking Dead heb ik helemaal in de Nederlandse uitgave van Sylvester. Dus ik heb die reeks volledig in het Nederlands, maar dit is nooit in het Nederlands uitgekomen. En Negan toch wel een leuk personage. Dus ik dacht, goh, dat moet ik hebben. Dus bij deze heb ik dat dan ook besteld. En als laatste nog een pakketje, tweede pakketje eigenlijk van Stripweb. Wat stak daarin? Om te beginnen Sneeuw Integraal 2. Ja, bon, ik denk verleden maand, was het verleden maand, dat ik de eerste integraal heb binnengekregen. Ja, dat is het vervolg, hè. Kijk, wow, een kalender die ik ooit nog gehad heb. Dat was eigenlijk het middenblad van het weekblad Kuifje. Ik denk, ja, het eerste van januari. Ik denk dat januari, februari, dat er elke week zo een kalender was. En dan, ja, na 12 weken hadden we heel het jaar zeker. Deze heb ik nog gehad, zeg. Kijk. Die kuifje moet hier nog ergens liggen. Deze kuifje herinner ik mij ook nog. Dus enfin, om maar te zeggen, het is voor een heel stuk jeugdsentiment. En ja, bon. Voor de rest blijft het gewoon sneeuwen. Een beetje post-apocalyptische wereld. Waarin dat er vooral veel sneeuw ligt. En sneeuw die op een kweeste wordt gestuurd. Enfin, hier staan verhalen in dat ik nog nooit gelezen heb. Dus dat verhaal verder gaat. Het zal me benieuwen. Dan, ja, Luca. Je zult zien, Integral de la saison 2. Ja, ook weer zo'n reeks, denk ik, 2 maanden geleden. Heb ik de deeltjes die door Strip 2000 zijn uitgegeven, binnengekregen. En ja, ik vond dat keigoed. En daarmee heb ik dit besteld. Dat is, want de rest was niet in het Nederlands uitgegeven. Maar dit is het tweede seizoen. Het eerste seizoen, dat waren deze 4 deeltjes. Dus exact wat er in het Nederlands is uitgedeeld. Uitgegeven. En ja, bij deze heb ik dus seizoen 2 ook in huis gehaald. Dus ja, kijk er maar uit voor het te lezen. Want ja, de eerste 4 deeltjes waren echt wel heel tof. Ah ja, hier. Dit, dat was een van de redenen waarom dat ik dat dossier, waarom dat ik die bestelling had geplaatst. Dat is dossier 13. Nu, ja, bon, ik denk, ik heb ondertussen ergens op hun site gelezen dat iedereen die vanaf een bepaald bedrag kocht, dit dossier kreeg. Goh, ik wist dat niet op het moment dat ik die bestelling deed. En dat stond er ook voor 10 cent. Nu 10 cent. En ik dacht van, ja, dat wil ik toch wel hebben. Het is een publiek geheim dat ik gigantische fan ben van 13. Dat is toch een van mijn all-time favorite stripreeksen. Dus zoiets, ja, dat wou ik sowieso in huis hebben. En ja, dat is dan het volgende album dat in het najaar uitkomt. Daar kijk ik nu al reeds naar uit. Ah ja, hier, ja, er stak ook een stripmunt tussen. Voor de liefhebbers en dan nog zo'n paar. Kijk, tegenwoordig zet ik de verschillende stapeltjes een beetje opzij, zodoende dat ik nog weet wat ik heb binnengekregen. Deze maand
voor deze video's dan. En dan zie je, ja, hier, kijk, dat heb ik zelfs nog niet echt bekeken. Maar ja, bon, de la wordt gezet. Stripmunk, ik denk dat ondertussen wel iedereen wel weet wat dat de Stripmunk is. Dat is eigenlijk het promotiemagazine voor standaarduitgeverij. En dus daar staat een enkel van de standaarduitgeverij in. Maar ook van Dargo, Lombard, Dupuis. Want ja, dat zit ook allemaal in hun catalogus tegenwoordig. Enfin. De nieuwe Murena. Ja, ook weer zo topreeks. Dus heel benieuwd naar het vervolg. De nieuwe IRS. Weer het tweede deel van een tweeluik. Zoals dat altijd is bij IRS. Dus benieuwd naar het vervolg. Toch ook wel een reeks die ondertussen al aan 44 delen zit. Dan ja, een integraal dat ik eigenlijk moeilijk kon laten liggen. Rattenkopje. Rattenkopje, een creatie van Walteri. Walteri die we voornamelijk kennen van Natasha. Maar ja, dit is dan een, ja, hoe moet ik het zeggen, schattige reeks zeker. Een schuldigere. Want Natasha, want in Natasha zoekt hem toch af en toe eens een trendje op. En dat doet meer Rattenkopje natuurlijk niet. Dus enfin, ik heb daar eigenlijk nooit echt iets van gelezen van Rattenkopje. Buiten zo hier en daar zo van die kleine fragmentjes. Dus heel benieuwd naar om dit te kunnen lezen. Ja, dan de nieuwe Tango ondertussen al een tijd uit. Maar ik had hem nog niet in huis. Dus die zullen we ook dan maar eens kunnen lezen. En dan het gevaarlijkste beroep ter wereld. Ja, de twee delen nummer 1. Want dus je hebt Luna en je hebt Ziad. Twee albums die tegelijkertijd zijn uitgekomen. Maar als ik het goed begrepen heb, want ja, ik heb het natuurlijk nog niet gelezen, die hetzelfde verhaal vanuit andere standpunten beschrijven. Die twee, ja, die boeken, die stonden al lang op mijn, ja, op mijn radar, zal ik maar zeggen. Waarom heb ik die nu gekocht? Omdat ondertussen in Spirou de voorpublicatie van het volgende verhaal is begonnen. En dan dacht ik, dat is nu de moment van deze eerst te lezen, voordat ik dan aan het vervolg begin. Zo, we zijn er eindelijk door. Ik had hier wel nog iets liggen, iets gezien dat ik was vergeten te vermelden. Ja, ik heb namelijk verleden week de nieuwe stripkios binnengekregen. Dat is op zich, ja, stripmagazines. Dat vermeld ik er niet bij in. Maar waarom deze wel? Omdat, ja, er stak, staken twee reclammetjes in. Voor moest het u interesseren. De Wilrijkse stripdagen, 5 en 6 oktober. En wat is dit? Stripbeurs namiddag in Turnhout. En ik ben aan het zien, maar staat daar zondag 8 december, ja. Bon, moesten het mensen interesseren. Maar er stak vooral dit bij. De avonturen van Execo in de Ronde van Frankrijk, gemaakt door Bob de Moor. Dus ja, dat zou ik normaal ook met overhead camera zetten, maar ik heb mijn camera nu gedraaid. En het is zomaar even een aantal impressies. Tja, dat is bij het abonnement van de stripkiosk. Zit ook altijd een keer, is één keer per jaar, zit daar ook een exclusieve strip in. Dat is deze keer en deze. Dat is één. Dat doet me op zich wel plezier. Het is Bob de Moor, die ik toch wel hoog heb zitten. Getuigen dat ik deze maand Corrie de Scheepsjongen heb gekocht. Anyway, want ik ga moeten afronden, want ik moet zelfs naar het schoolsfeest van mijn oudste dochter. Poef. Niet veel zin in, een hoop kinderen die toneel spelen en sketchjes doen, maar wat dat 9 op de 10 waarschijnlijk weer op niks in gaan trekken. Maar ja, bon, elke ouder moet daar waarschijnlijk wel door, zeker. Je kunt toch moeilijk zeggen van, ja kind, het is goed dat je optreedt, maar ik kom niet zien. Dus ja, en hopelijk gaat het wel een beetje deftig weer zijn dat we buiten kunnen zitten. Want nadien is het altijd natuurlijk nog even pintelieren met de familie. Dat is dan wel weer heel leuk. Ondertussen kunnen de kinderen een beetje spelen. Dus we maken er het beste van. Maar dus ja, daarmee. Ik zal jullie moeten laten, maar dat is niks. Want het heeft ondertussen denk ik al lang genoeg geduurd. Rest mij nog te zeggen, bedankt voor het kijken. Zeker als je de twee delen hebt gezien, want dan heb je weer er een lange rit op zitten.
En hopelijk tot de volgende. Salut!